De vorige keer hebben jullie gezien dat we Candy For You gestart zijn. In die video zagen jullie dat we snoep hadden ingekocht, heel erg veel Prime en dat we ons helemaal ready gingen maken voor de verkoop. Maar nu eerst heb ik een Insta-post online gegooid en is het tijd voor de eerste bestelling. Oké, jongens, het is tijd om orders te gaan inpakken. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb namelijk net een Insta-post online gegooid. Dus de eerste bestellingen hoop ik vandaag binnen te krijgen. En anders moet het eventjes, ja, is het tijd, zal het leren, zeg maar. Het kan niet altijd zo zijn dat je de eerste Insta-post maakt en dat dan mensen meteen vertrouwen hebben en meteen interesse hebben in je product. Dat ze meteen bestellen. Stiekem hoop ik daar natuurlijk wel op. Maar ik hoop ook weer niet dat het te druk is, want ik sta er nog steeds in mijn eentje voor. Het gaat hartstikke goed met Koen en het komt ook allemaal goed. En waarschijnlijk gaan jullie hem ook wel voorbij zien komen in deze video. Aangezien we meerdere dagen gaan filmen. En ik hoop gewoon dat het herstel gewoon helemaal top gaat met hem. Voor de mensen die zich afvragen wat is nou precies gebeurd. Koen is aangereden door een dronken idioot. Die moet even herstellen. Even heel kort gezegd. Het maakt hem op zich wel goed. Alleen hij heeft een flinke klapper gehad. Dus ik neem jullie mee naar de eerste bestelling. Ik ben heel benieuwd wie er als eerst gaat bestellen en wat hij gaat bestellen. Het is echt sick dat het nu gewoon online staat. De website is prachtig. Echt dikke shout-out naar Your Shops. Hij heeft dat echt snel in elkaar gezet. Is helemaal zelf gemaakt. Het kan tot in details kan je alles veranderen op zijn site. Omdat hij dus alles custom maakt. Daarom is het ook super snel. Ben je daarin geïnteresseerd? Link heb ik eventjes hieronder in de beschrijving. Het is geen gekke betaalde samenwerking of iets. Maar hij maakt al jarenlang dit soort top websites. En we zijn er zo verschrikkelijk blij mee. Hij verdient gewoon een dikke shout-out. Yo! Yo. We bellen al 2 minuten, dat zie je al. Maar de eerste bestelling is gewoon binnen. Ik zie hem staan. Degene heeft allemaal Prime besteld. En die kroeker, fruitros en de Sour Patch Kids Big Hearts. Kijk, dit heeft hij besteld. Hij heeft allemaal Prime besteld. En inderdaad, hij heeft deze allemaal besteld dus. Al deze Prime flesjes. Wat had hij nog meer besteld, Koen? Dan kan ik het meteen kijken. Oh ja, die dat blauwe doosje. Ja, Iro. Kijk, dat is... Sour Patch Kids Big Hearts. Ja, het is echt... Maar hoe gaat het met je? Ja, kut. Ja. Kort maar krachtig, zo gaat het dus eventjes nu met Koen. Ik had er graag bij willen zijn. Ja, dat weet ik. En dat had ik ook al verteld. Het is vreselijk dit. Maar het is wat het is. Vallen en opstaan. Ja, letterlijk. Dit is mijn statief voor nu. Maar hier ga ik nu de order uitprinten. Of de label. En dit is de eerste bestelling. Nou, dan gaan we even kijken welk doosje het past. Ik denk niet dat het in een klein doosje past, dus ik wil hem eigenlijk zo compact mogelijk maken. Want met carwash hebben we altijd grote dozen gebruikt en nu kan er dus ook wel wat kleinere dozen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dat gaat niet passen. Hoppa! Hier zit het er mooi in. Even wat opvulmateriaal, zodat het allemaal goed aankomt. We leggen even een mooie bodem neer met beschermmateriaal. Kijk, en dan geef ik er een mooie laffy taffy, of een lekkere. Er is niks moois, het is alleen maar lekker hier ook. Een lekkere sour apple laffy taffy bij. Die geef ik dan helemaal gratis. Hoppa. En ingepakt, de eerste klant. Maar het eerste orderbedrag is €31,81, inclusief dus de verzending. Leuk al die bedragen, maar wat houdt omzet nou precies in? Omzet is het totale bedrag aan inkomen uit verkoop van de producten. Dat betekent dus exclusief alle kosten, zoals exclusief verzendkosten, exclusief de inkoop en ga zo dus maar door. Het is dus het totale bedrag wat dus binnenkomt bij de verkoop van alle producten. Oftewel, omzet is totaal niet boeiend. Hetgene wat boeit is namelijk de winst. Dat is hetgene wat je uiteindelijk overhoudt en dat willen heel veel mensen natuurlijk niet vertellen. Ook wij willen onze winst privé houden. Wel heb ik ervoor gekozen om te googlen wat is de gemiddelde winstmarge op een webshop en daar komt uit 20%. Dus we houden ook voor deze webshop een gemiddelde van 20% om te kijken wat onze uiteindelijke winst is. Dat zijn alweer de eerste 1, 2, 3, 4 stuks. Echt bizar. Dit is nog nooit echt ook gebeurd bij ons dat wij... Kijk, even voor de duidelijkheid, als je een webshop start, dat duurt jaren om een klantenbestand binnen te halen. Want ook bij pyroforyou.nl, dat heeft ons in totaal 8 tot 9 jaar geduurd toen het zo dik ging als toen. CarWashView duurde ook 2 tot 3 jaar tot het echt een beetje omzet begon te draaien. De eerste jaren is gewoon verlies draaien en zorg dat je service goed gaat, dat alles een beetje up-to-date is. Ja, er zijn altijd bepaalde dingetjes, zoals nu werkt het nog niet helemaal lekker met de labelsprinter. Moet ik even wat dingetjes aanpassen en dat wordt dan weer aangepast door de website. Het is allemaal een beetje uitzoeken. Maar nu al 6-7 bestellingen echt in 1,5 uur tijd is ons nog nooit overkomen. Bij een nieuwe webshop, hè. Dat is echt sick. Want je moet de vertrouwen nog bij de klanten zien te wekken. Echte support, dank jullie wel.
Stefan, echt dikke shout-out naar jou. Jij bestelt zo verschrikkelijk vaak bij ons. Ook nu heb je meteen weer een bestelling geplaatst. Ook één van de eerste. Je zit in de top 4 van de snelste weer. Ivan, thanks. Echt dikke shout-out naar jou. Oké, we gaan voor je inpakken. De Sour Patch Kids Blue Raspberry. Ja. Taki Blue Heat. De Patch Kids Strawberry. Kijk eens aan. Eigenlijk moeten we kleinere doosjes hebben, want deze doosjes zijn best wel klein. En de maten die ik heb, dat is dan dit formaat. En deze zijn eigenlijk net ook weer te groot voor bijvoorbeeld een order als dit. Nou, ik breng even de pakketten voor nu even naar het postkantoor. Daarna ga ik ook even heerlijk eten. En misschien eventjes slapen, want ik voelde me niet heel erg lekker vandaag. En dan ga ik vanavond weer verder. Mits er natuurlijk geen bestellingen zijn, dan blijft het natuurlijk rustig. Maar dit had ik al niet verwacht, dus... insane. Echt insane. En ik besloot die avond nog eventjes live te gaan aan een kleine powernap. Had ik weer energie en hadden we meer dan 300 live kijkers. De bestellingen gingen echt als een gek en ik ging als een malle inpakken. En het was echt mega leuk om te doen. Oké, en het is weer een dag later. We hebben de eerste omzet gehaald gisteren. En dat was in totaal 823 euro. Heel erg lijp. 823, dat is echt ongekend hoeveel geld dat is. Vandaag zijn er weer aardig wat bestellingen. Nou, vanochtend is ook meteen weer een pallet binnengekomen vanuit de groothandel. En daarom hebben we heel erg veel taakjes besteld. Bartje was er ook bij. Ik was er weer bij. Super, ja, jij bent mij even aan het helpen. Ik wou wat er gebeurt met Koen. Spijtig. Maar we hebben heel erg veel taakjes. Denk je, nou, dit is alles. Nee, we hebben de hele auto helemaal vol. Ja, echt tot een nok gevuld. Tot het randje van voor naar achter helemaal vol. Dus die gaan we straks eventjes uitladen. Maar eerst eventjes weer verder met pakketten inpakken. Want we willen zoveel mogelijk pakketten vandaag zien in te pakken. Zodat het allemaal op de post kan. En alle taakjes zijn binnen. Bart de Strijder heeft alles naar boven getild. Samen met de koekjes. Ook ontzettend veel koekjes zijn er weer bij. Want die waren ook heel erg populair. We hebben gewoon wat populair is. Hup. Meteen actiereactie hier gelijk op voorraad. Ook heb ik meteen weer nieuwe soort snoep uitgekozen. Dus deze staan ook allemaal te koop op candyforyou.nl. Nou, Bart is ondertussen de voorraad aan het bijvullen. Ja, ja. Ik ben mijn telefoon aan het opladen zodat ik live kan op TikTok. En dan gaan we live weer inpakken. Inpakken, ja. En zo heb ik dat de hele week gedaan. Ik heb hulp gekregen van zowel familie als vrienden. Dus ontzettend bedankt daarvoor. Ook ben ik iedere avond gewoon live geweest op TikTok. En dit heb ik gewoon de hele week zo volgehouden. En er kwamen insane veel bestellingen binnen. Nu dus, bijna een week later, kwam eindelijk Koen eventjes op bezoek om te kijken hoe gaat het bij Candy for You. Nou, daar ben je dan. Ja, is lang geleden jongens, holy shit. Ja, echt, ik ben er. Hoe maar, is het? Ja, kut. Echt, ik kan er niet veel over zeggen, maar ik baal er echt van. Het doet echt onwijs veel pijn, maar ja, dit... Maar voor de mensen thuis, wat is er nou gebeurd? Ik vanuit kantoor fietste ik naar huis en er kwam een scooter zonder licht, die geen rijbewijs had, had drugs op, had gedronken, die is vol op mijn rijhelft in mij gereden. Ja, dus letterlijk, jij fietste gewoon en er kwam een scooter vol gas in jou. Vol gas in het donker zonder licht en uiteindelijk vielen we allebei om, natuurlijk, letterlijk, logisch. En maar hij lag op de grond, kwam bij en hij zei, ik moet weg, ik heb gedronken, ik heb geen rijbewijs en ja, helemaal kut. Maar je mag er nog niet te veel over zeggen in verband met Nee, er is nog meer inderdaad, maar dat... Mag nog niet te veel over gezegd worden. Nee, maar ik kom even kijken. Het is wel fijn dat we weer met z'n tweeën in beeld staan. Maar ja, Koen wil heel graag helpen. Ik, het lukt ik niet. Ik baal er zo erg van. Jullie zien het zelf ook, het kan echt niet. Het kutst inderdaad is dat ik niet kan werken, want met één hand kan je niks. En ik moet gewoon non-stop rusten, mijn pols Je kan niet gebroken. Editen, dat lukt niet. Heb je echt twee handen voor nodig. Je kan niet inpakken, heb je zeker twee handen voor nodig. Ja. Je kan echt vrij één weinig. Hand. Ik heb hier nu ook twee handen nodig. Weet je, dat is echt kut, ja. Het enige wat hij zou kunnen is letterlijk dit en stilstaan. Ja. Maar ja, er worden hele saaie video's. Het was zo'n hele opgave om hier te komen met het openbaar vervoer. Ja, maar ook het nog is eens, allemaal goed gekomen. Ja, je mag niet rijden. Helemaal niks. Helemaal niks. Nee, echt helemaal hij niks. Is gebroken. Deze is gescheurd. Mijn sleutelbeen. Ja. Mijn nagel groeit misschien nooit meer terug van mijn middelvinger. Dus het is echt helemaal kut. Het is echt drama. Ja. En een strijder dat is, wilde die toch nog eventjes live op TikTok. Dus dat hebben we samen gedaan. En het was een groot succes. En bijna. Later. 528 kijkers. Totaal 36.000 verschillende kijkers. Bizar, nou echt ontzettend veel bestellingen. Jullie zien het al achter. Ja, achter mij hier ook de hele kar weer vol. Wat scheelt mij ook weer werk. Nou ja, tenminste, ik heb het alsnog maar half ingepakt. Maar mensen, er staan er nog steeds 25 open. Echt, we klikken er één af, komen er twee bij. Het is echt bizar. Dus jullie support is echt insane. Dank jullie wel, en de video is nog niet eens online gekomen. Dat komt later dus ook in deze video, als die dus online is. Super erg bedankt daarvoor, echt. Het is bizar, hè? Ja, echt, dank Hadden we niet verwacht, hè? Nee, zeker niet. We hadden iets verwacht, maar niet dit. En wat voor omzet zitten we nu? 6.889 euro. Heel netjes, vandaag 1300 euro. Dus het is weer eventjes voorbij. Koen gaat weer naar huis. Ik ga nog eventjes door, want er moet ook nog wat computerwerk gebeuren. En ik ga even een video editen. Dus morgen ga ik weer verder met inpakken. Thanks weer voor je aanwezigheid en je hulp. Was leuk, was leuk. Dus, gaan we zeker vaker doen.
Nou ja, laten we het iedere dag gaan doen. Oh, het liefst wel. Het liefst wel. Maar helaas, het is... Ik zou graag 24 uur stream doen, want ja, wij met z'n tweeën dit kunnen easy klaren. Tuurlijk. We gaan lekker snoepproeven, maar dat komt misschien allemaal later weer als dit even voorbij is, dit gezeik. Eerst rusten, dan weer verder. Yes. En ondertussen heb ik een aardige voorraad aan snoep bijgekocht en een mooie voorraad aan omdozen om natuurlijk zoveel mogelijk pakketten in te pakken. Dus ik was helemaal voorbereid voor de video die online ging komen, want we verwachten aardig wat bestellingen. Maar helaas kregen we die avond weer negatief nieuws. Gisteren ben ik naar het ziekenhuis gegaan om ander gips te krijgen. Hebben ze opnieuw foto's gemaakt. Is er helaas slecht nieuws uitgekomen. Wat blijkt, mijn pols is gebroken, dat wisten we al. Maar de botjes in mijn hand, die zijn ook verschoven en gebroken. Dus ik moet maandag geopereerd worden. Dus dat is even een tegenslag nog weer extra. Ik hoop dat het snel gaat genezen, maar ik ben alleen maar banger dat het langer gaat duren, omdat ze er nu ook achter zijn gekomen dat dus het handje ook niet goed is. Sven staat er dus nog langer alleen voor, dus echt respect naar hem, hoe hij dit allemaal doet. Maar echt, ja, het is echt een tegenslag helemaal met zo'n nieuwe webshop. Het gaat net zo lekker en dan dit. Er is niks aan te doen en we zien het binnenkort wel weer hoe het afloopt. De video is online gekomen die jullie allemaal gezien hebben dat wij dus een snoepwinkel zijn begonnen. En het is echt insane. Ik had dit niet verwacht. Is het slim geweest? Weet ik niet. Want zoals jullie weten sta ik in mijn eentje en heb ik natuurlijk wel hulp van wat vrienden en familie. Ook vanuit Koen's kant. Maximaal daardoor dankbaar. Koen ook, uiteraard. Die is iedereen dankbaar die hem helpt. Bedankt voor alle beterschapsmomenten naar Koen toe. Laten we hopen dat hij er goed hersteld uitkomt. En het is een dag later. Een hele volle dag ben ik bezig geweest met inpakken. Dit heb ik niet alleen gedaan. Ik heb hulp gekregen van familieleden. Dus daar ben ik super blij mee. Maar kijk hoeveel we hebben kunnen inpakken. Dit is al een hele kar helemaal vol. En hier ook een kar helemaal vol. De totale orders die we nu nog openstaan ga ik jullie meteen laten zien, want dat is echt bizar. Er staan er in totaal nog 198 stuks open. En die bestellingen bleven maar doorgaan en doorgaan. De video was inmiddels al meer dan 100.000 keer bekeken. In de tussentijd werd Koen geopereerd en is de operatie gelukkig helemaal goed gegaan. Helaas heeft hij nog wel erg veel pijn, maar kan zijn herstel eindelijk goed beginnen. En in die week hebben we meer dan 400 pakketten ingepakt. Ik besefte op dit moment echt wel weer, je kan niet alles alleen. Koen en ik zijn natuurlijk altijd samen, maar op dit moment mis je elkaar echt enorm. Zoals ik al 100 keer heb gezegd in de video, zijn we ontzettend dankbaar voor iedereen die ons geholpen heeft, maar dat menen we ook oprecht. Je beseft gewoon op dit soort momenten dat je het alleen gewoon niet aan kan. Ook als je tegenslagen hebt, zorg ervoor dat je altijd maar doorgaat en doorgaat en kijken naar oplossingen. Vraag om hulp om je heen en zorg dat je de juiste mensen om je heen hebt. Maar we zijn nu ook wel benieuwd, wat is er nou omgezet deze maand? En dan nu het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Hoeveel winst hebben we nu eigenlijk? Voordat we komen bij het totale omzetbedrag, wil ik jullie eerst uitleggen wat de totale kosten zijn. Ik heb alle kosten op een rijtje gezet, behalve de inkoopprijs. Dan hebben we tape kost €95,10. Omdozen zijn €643,12. We hebben een facturensysteem, want iedereen krijgt los een factuur. Dat systeem kost ons €144,19 per maand. Dan hebben we natuurlijk de aanschaf van de website. Dat is voor ons geweest €1,850. En daarbij heb ik de huur en extra kosten los gedaan en die heb ik gezet op €950. Deze heb ik gezet op €950 omdat wij op een best wel prijzige locatie zitten. Dus ik heb hem berekend per aantal vierkante meters van een gemiddelde prijs als je zou zitten waar wij gevestigd zitten in Almere. Dan kom je uit op totaal €3.682,41. En dan nu komen de duurste kosten van alles. De verzendkosten. Wij zetten onze verzendkosten op €4,99. Wij betalen een stuk meer. Wij betalen ongeveer €7 verzending. Dus van alle pakketten die wij verstuurd hebben, kom je op een totaalbedrag van €6.986,57. En dat is aardig veel. Maar nu is de grote vraag, hoeveel omzet hebben we gedraaid? Het totale aantal omzet is €26.354,27. Dat is een aardig bedrag. Hier gaan nog wel transactiekosten vanaf. Wij betalen ook nog transactiekosten per bestelling die gedaan wordt. Denk aan PayPal-kosten, Molly-kosten, noem het maar op, per betaling. Dan kom ik uit op €546,82 aan transactiekosten. Dus de totale omzet zet ik dan op €25.807,45. En dan gaan nog van deze totale omzet natuurlijk de kosten die we net berekend hebben ook allemaal vanaf.
dan kom je uit op €15.138,47. Maar de inkoop is er nog niet van afgegaan. Gezien wij dus niet onze winstmarge willen laten zien, ga ik dus niet de volledige inkoopprijs benoemen. We hebben afgesproken dit op 20% te houden, zoals iedere gemiddelde webshop. Het zit bij ons iets eronder, maar ik zet hem toch eventjes op 20% voor het beeld. En 20% op dit totale bedrag is €3.027,69. Dit is wat we uiteindelijk overhouden. Maar er gaat nog één ding vanaf. Klop, klop, wie is daar? De Belastingdienst. En dat zijn natuurlijk de belastingkosten. En om die te berekenen moeten we het delen door 2. Want we zijn natuurlijk met z'n tweeën. Koen krijgt een deel en ik krijg een deel. Dan kom je uit op €1513,84. Hier gaat dus nog totaal min 19%. Dan kom je uiteindelijk uit op het totaalbedrag van €1226,21. Dit is wat wij deze maand hebben verdiend aan de webshop. En ik heb even opgezocht wat het minimumloon is in Nederland voor de leeftijden die wij hebben. Wij zijn 25 plus. Dan kom je dus uit op €2300. Dat betekent dus dat we onderbetaald krijgen. Is dit heel erg? Nee, want dit is niet onze volledige inkomen. Maar ik wil hiermee wel duidelijk maken, 40.000 tot 30.000 euro omzet is niet genoeg om met z'n tweeën van te leven. Dus als je op social media wel eens ziet dat iemand 100.000 euro of 20.000 of 30.000 euro omzet heeft gedraaid, zal diegene je nooit vertellen dat je misschien maar 1.000 tot 2.000 euro overhoudt. Ben je 13, 14 jaar is het een hele hoop geld. Maar voor iemand die huur moet betalen, zijn auto moet betalen, zorgverzekering, alles erop en eraan, is dit niet voldoende. Dus laat je niet te veel inspireren door hele grote bedragen, want soms is het niet wat het lijkt.